We gaan je klaarmaken voor de tweede. Ben je er klaar voor? Dan zijn wij het ook. Spannend, hè? Komt ie aan. Ga je gaan? Ja. Hallo. Niemand anders kon. Oh, pardon. Ja, ik had ook... Jij stond wel op het lijstje dat ik geappt had aan iemand. Van, ze zullen daar wel... Aan Paulien, want ik wist wel dat Paulien gevraagd zou zijn. Dus ik zei, maar dat vind ik leuk, want ik vind het heel leuk. Toch wel, Ja. Dat is al heel want wat. Want jij bent? Ja, wie ben ik? Nou, daar wil ik eigenlijk wel mee beginnen, want ik werd gebeld door de redactie en ze begonnen met een vraag waar ik geen antwoord op had. Namelijk, hoe beschrijf je de band die wij met elkaar hebben? Kun jij me daar misschien verder in inlichten? Ja. Nou, er verscheen een recensie van jouw voorstelling en daar werd ik een paar keer in genoemd en dat vond ik een beetje ongemakkelijk, omdat ik dacht van ja... Niet door mij. Nee, je schrijft niet je eigen recensies nog. Maar toen was ik gaan kijken, stiekem, omdat ik toch wel benieuwd was. En dat vond ik het echt heel erg goed. En grappig en leuk en heel erg goed. Ik kreeg heel erg zin om ook uit te gaan leggen aan iedereen waarom het zo goed was. En ik had er echt heel veel plezier in. En toen heb ik volgens mij dat zo met een soort berichtje aan je moeder op Twitter kenbaar gemaakt. Dat ze trots kon zijn op haar zoon. Ja. In de hoop dat jij toch stiekem zo nu en dan zou kijken. En toen heb ik een keertje koffie gedronken. En dan een paar keer geappt. En nog een keer koffie gedronken. En voor de rest ben ik naar je voorstelling. Ja, de laatste heb ik dus niet gezien. Die vlak voor corona draaide. Daar had ik heen zullen gaan. Toen kwam corona. Die is al op tv. Maar dat is niet. Daar moet ik me nog voor. Dat is onze laatste. Ben jij mijn leermeester? Ben je mijn oom? Ben je mijn concurrent? Nee. Hoe kan ik jou het beste zien? Ik vond dat toen we elkaar ontmoetten, dat jij meteen een paar wijze dingen tegen mij zei. Waarvan ik dacht: oh jeetje, zeg wat leuk. Die snapt het veel beter dan ik. Dus leermeester zou ik absoluut niet zeggen. Ik vond dat. Geestverwant. Ik was echt heel blij toen ik je voorstelling zag, wat ik bij Willem ook heb, dat ik dacht van, er is iemand die dat maakt. Ik vind het heel spannend en soms eng wat je doet, qua hoe jij je helemaal in een wereld stort, waarvan ik dan denk van, ja, maar ik zie dat er is een programma. Maar ik vind, dit is ook een soort, maar dat zei jij zelf ook al, een soort slordigheid die jij durft... te betrachten. Maakt dat het makersvak minder eenzaam door mensen als Willem of ik te ontmoeten? Zodat je niet het gevoel hebt, ik ben de enige die er op die manier mee bezig is. Ik zat er de laatste tijd over te denken dat ik echt mezelf moet dwingen om wat vaker dan... Ik vind het ook ingewikkeld om dan te zeggen, zullen we een keer 's avonds wat gaan eten of zo, of af te spreken. Dus natuurlijk ook met kinderen. Okay, en dan denk ik, wat moet ik daarmee doen? En met tegelijkertijd merk ik dat het me inderdaad heel erg goed doet gewoon om te praten met iemand. Maar Dat merk ik ook. Ja, blijf dat alsjeblieft ook vooral doen. Ik kan me voorstellen, want dat is dus ook, daarom wordt in zo'n recensie jouw naam ook 3 keer genoemd. Want als mensen mij ook vragen van welke andere theatermakers ken jij die wat jou betreft op eenzelfde manier met iets bezig zijn, dat is heel moeilijk om iemand anders dan jij te verzinnen. Dus ja, ik kan me voorstellen dat mijn leven misschien makkelijker is geworden doordat jij bestaat. Ja, dat weet ik niet. Want ik word soms heel erg in een soort artistiek hoekje gezien. Maar ik heb oprecht hele grote bewondering voor iemand als Mark-Marie Huibrechts. Die door heel veel mensen, die helemaal niet doorhebben hoe knap dat is wat hij doet. Ik geloof dat ik het jou niet eens hoef uit te leggen. Maar dus ik vind het er soms ook wel eenzaam om zo... ik was dan genomineerd voor het theaterfestival, voor het eerst een cabaretier. Nou, ik kan er zo 10 noemen waarvan ik denk, ja, die hadden ook al lang uitgenodigd kunnen zijn. Katinka Polderman, Wim Helsen, Kees Toorn, Hans Steeuwen. Dat zijn allemaal in mijn ogen hele grote kunstenaars. Waar de toneelrecensenten nog niet eens naartoe gaan, omdat het geen toneel is. Ja, het klinkt... Dus ik voel me daar... Eigenlijk, er zijn er heel veel waar ik me thuis bij voel. En ik denk dat jij al die mensen ook schatplichtig bent, hoor, jongen. Zeker. Kijk, dat is ook helemaal... Ik had water voor je, maar je hebt je eigen water. Ja,
Okay. Maar ik kan me heel erg vinden in wat je zegt. En het is ook een geruststelling dat jij dus ook niet het gevoel hebt dat je in je eentje in een parochie zit te prediken. Dan zijn we bijna halverwege het interview, dus ik moet nu stoppen met de introductie en met mijn eerste vraag gaan komen. Ik ga aan jou de vraag stellen die ik eigenlijk altijd aan iedereen stel. Waarom ben jij zo bang? Ja, omdat het verschrikkelijk mis kan gaan, denk ik. Ja. En dat het al redelijk vaak verschrikkelijk mis is gegaan in de wereld. Maar ook bij jou? Nou, ik heb wel geluk gehad, geloof ik. Ik zit hier nu, iedereen kijkt naar mij. Maar ik besef me wel heel erg dat het... Dat allemaal heel toevallig en heel vluchtig is. En zomaar anders had kunnen zijn. Dus dat is denk ik wel een reden waarom ik bang ben. Maar ik denk ook dat het in mijn geval een soort default is. Zoals sommige mensen vrolijk zijn. Ik weet dat je de vraag aan iedereen stelt, maar ik beantwoord hem gewoon alsof je hem alleen aan mij stelt. Ja, nou, dus ik denk, ik ben soms ook heel... Je had me ook een vraag waarom ik zo vrolijk ben, hoor. Dan zou het antwoord hetzelfde zijn. Namelijk omdat het ieder moment mis kan gaan. Ja. Nou, dat beschrijft veel. En dan kan je maar beter vrolijk zijn. Maar wat is in het universum van Mieke Wertheim het allerergste dat zou kunnen gebeuren? Waar behoed jij jezelf het meeste voor? Is dat dus het kwijtraken van het podium? Nee, dat zou ik niet zo erg vinden. De totalitaire samenleving ben ik momenteel wel het allerbangste voor. Ik geloof een milieuramp vind ik ook wel erg. Die is er al en die gaan we ook niet meer kunnen ontlopen. En dat is ook heel erg. Maar de dommen en de kwaadwillige, gewelddadige maffia die de macht natuurlijk altijd al deels heeft gehad. Maar ik geloof dat toen ik studeerde, realiseerde ik me niet in wat voor krankzinnig klein raampje van welvaart en vrijheid ik opgroeide. Ik kon me niet voorstellen dat het zo om zou slaan. Ik kan me dat inmiddels heel goed voorstellen en moet de rem er echt op zetten op mijn voorstellingsvermogen. Ja, het was echt een angstloze tijd, zeker begin jaren 90. Ja, ik was natuurlijk ook nog jong, dus sowieso waren mijn ouders waren nog gezond, ik was nog gezond. Ik ben nu nog redelijk gezond hoor. Maar ik bedoel... is dat besef dat het totalitairder of populistischer wordt... Dus die angst daarvoor, is dat meer een rol gaan spelen in je werk ook dan eerst? Nee, het gekke is dat dat volgens mij er altijd wel in zat, maar dat ik daar bescheidener in geworden ben of zo. Dat ik het eerst... Maar als ik een beetje terugdenk aan mijn eerste voorstelling, niet dat ik dat heel vaak doe hoor, dat is een heel eng idee, maar... Dan zitten daar heel veel dingen over in. Maar dan was het meer zo van, nou, denk maar niet dat... Het is allemaal een heel dun laagje vernis. En dat is veranderd in van, ja, het is allemaal een heel dun laagje vernis. Ik ben er iets minder triomfantelijk over geworden dan eerst, geloof ik. Mm-hmm. Ja, dus je bent het letterlijker gaan benoemen misschien. Dat weet ik niet, dat hoop ik niet. Ik hoop ook eigenlijk, ik wil uiteindelijk dat ook niet dat mijn voorstelling daarover gaat, omdat ik van overtuigd ga dat eigenlijk alles daar toch wel over gaat. Dus dat het daar niet over hoeft te gaan. Maar het was meer dat jij vroeg waarom ik zo bang was. Ik geloof eerder dat mijn voorstelling moet juist een soort wereld in die wereld creëren die wel klopt of waar je wel even iets mee kan, waarin je in ieder geval niet eventjes niet bezig bent te zinken. Of dat je even vrede hebt met het feit of dat je langzaam... Of te beseffen. Ja, dat vind ik het ook het mooie van kunst. Dat hoe droevig het ook is dat je even een soort vrede sluit met die situatie. En praktisch gezien, als je iets aan het maken bent, ben je daar zo mee bezig dat je ook geen tijd hebt
om na te denken over hoe het met de wereld gaat. Hoe het met de wereld gaat, omdat je gewoon alleen maar zit te denken, moet ik daar een komma zetten of niet? Maar je hebt dat is een veel groter probleem dan. Dat is wel interessant, want je zei net in het vorige gesprek wel dat je dus tijdens het maken van zijn voorstelling, bij elke voorstelling die je maakt, neem je weer ervaringen van de vorige mee. Dus je kunt steeds meer beren op de weg visualiseren tijdens het schrijven. Dus bij elke komma kun je al bijna van tevoren denken, oh, maar als ik hem daar zet, dan zou er dit kunnen gebeuren. Ja, dus de kunst is om altijd iets te bedenken, waardoor ik weet van, nu maak ik het mezelf weer, nu creëer ik een soort probleem op het podium. Of een soort situatie waarvan ik denk, hoe ga ik me daar uitredden? En als ik die eenmaal heb, dan is het daarna wordt het eigenlijk een soort problemen oplossen. Ik weet niet of je het verhaal kent van Kees Thorn. Die heeft dus, ik geloof, 10 voorstellingen gemaakt. En toen zei hij, ik stop, want alle grote componisten stoppen met hun 10e of ze gaan dood. En toen zei hij, oh ja, trouwens, als je alle eerste letters van mijn voorstelling achter elkaar staat, dan staat er labmiddel. Dat bleek dus vanaf het begin was hij ermee bezig, het woord labmiddel. En dat is precies wat het is, een voorstelling. Het is een soort labmiddel, even iets dat je eventjes de boot gedweild hebt, terwijl hij vervolgens natuurlijk weer vol loopt. Mm-hmm. Ja. En het feit dat iemand dat gedaan heeft en daar zo zijn best op gedaan heeft en dat dat er dan is, dat vind ik dan toch een soort overwinning op de uitzichtloze vrede chaos die ons uiteindelijk allemaal op zal slokken. Ja, ik ben het daarmee eens. Maar goed, kijk, ik wil nog heel even terug naar ergens anders, want ik vind dat een heel belangrijke mijlpaal in jouw werk. Vooral omdat ik jou zo vaak heb horen zeggen dat je die boze reactie van de mensen niet had verwacht. Dus ik heb het altijd zo geïnterpreteerd als dat je dus bent geschrokken. Waren er ook niet zoveel, hè? Ja, jij bent geschrokken, ja. Ja. Daar heb ik veel over nagedacht. Het was denk ik ook een soort perfect storm. Dat was ook precies het moment dat Trump verkozen werd. En dat mijn ouders van oud naar echt wat ouder gingen. En dus er waren allemaal dingen. Plus dat ik er niet bij was. Dus als iemand boos opstond, ik was er wel bij. Ik zat dan vaak ergens boven in de lampen, hing ik zo naar beneden te kijken. Omdat ik toch ook wel benieuwd was. Ik was er ook wel vaak niet bij. Maar als ik erbij was, kon ik dus niet. Ik was de controle kwijt. Ik was hem echt kwijt. En dat is precies natuurlijk waarom ik theater maak, is om de controle te houden over de situatie. Geweldig, laten zien. Stefano Keizers. Dankjewel. Ik kan niet mikken. Ik mikte telkens naast.